Of de zon vandaag schijnt, ik zou het niet kunnen zeggen, want ik zit de hele dag in een donkere studio. Gelukkig is ons zonnetje Anne komen bijzitten en ze is net terug van vakantie. Helemaal bruin en uitgerust. Hallo. Anne, jij hebt onze zonnecrèmes getest en je hebt er een aantal meegenomen. Hoeveel hebben we er eigenlijk in totaal onder de loep genomen? Wel, hier zie je maar een selectie van. Eigenlijk in totaal hebben we meer dan 50 zonnecrèmes getest. Oké, en heel belangrijke vraag. Doen die zonnecrèmes wat ze ons beloven? Wel, een grote groep gelukkig wel, maar toch een aantal ook niet. De eerste is eigenlijk kliniek. Hier zie je eigenlijk een SPF staan, 30. Factor 30 eigenlijk. Ja, en SPF wil eigenlijk zeggen bescherming tegen UVB. En dat is belangrijk om geen zonnebrand te hebben, ook bescherming tegen huidkanker. Deze zou eigenlijk maar een SPF 10 mogen hebben op de verpakking. Okay. Ja. En ook UVA is niet oké. UVA? Wat is dat dan? Wat is het verschil? UVA is eigenlijk vooral om u te beschermen tegen huidkanker en ook te beschermen tegen huidveroudering. Okay. Dus beide factoren zijn belangrijk. Ja. Dan heb je deze twee van Switzal. Deze is eigenlijk ook niet goed qua SPF 50+, zou moeten zijn SPF 30. Mm-hmm. En deze is ook niet goed qua UVA. En dan heb je als laatste ISDIN. Deze SPF 30 zou eigenlijk maar SPF 15 mogen zijn. 15. Maar de firma heeft laten weten dat dat product ondertussen niet meer te krijgen is. Met andere woorden, ze geven ons gelijk. Dat weet ik niet, maar één ding is zeker. Wij laten onze producten testen in een erkend labo met de Europese juiste normen. We hebben het nu gehad over de slechte leerlingen van de klas. Er waren toch nog een paar goeie, mag ik hopen. Ja, inderdaad, die staan hier. Ja, oké. Okay. Deze twee behoren tot het goedkope gamma, maar bieden ook een goede bescherming. Ja. Deze producten zijn eigenlijk van de apotheek wel wat duurder, maar gaan vooral ook met de labels lopen. Grote afwezigen dit jaar, stel ik vast. Sien van Lidl, ja, we hebben die vaak in het verleden als beste van de test of beste koop beoordeeld. Nu staat die er niet meer bij. Hoe komt dat? Dat klopt. Het komt omdat wij eigenlijk wat strenger zijn geworden qua ingrediënten. Namelijk twee zonnefilters, octocrylene en homosalaat. Die willen we eigenlijk liever niet meer in zonnecrèmes zien. En bij de Sien komt de zonnefilter octocrylene voor. En als je die laat staan, kan eigenlijk een hormoonverstoorder worden gevormd. Okay, dus vandaar geen Sien meer dit jaar. Als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan ben ik altijd op zoek naar een zonnecrème die ook goed is voor het milieu. Want ja, je doet dat op je lichaam, dan loop je de zee in. En ik wil ook geen schade aanrichten aan koralen en vissen. Is dat iets wat wij ook meegenomen hebben in deze test? Ja, inderdaad. Wij hebben dat dus eigenlijk getest. En het is wel zo dat de zonnefilters niet zo goed zijn voor het milieu. Maar eentje is er eigenlijk wel in geslaagd om ons eco-label te krijgen. Mm-hmm. Het biedt namelijk een goede bescherming tegen de zon. En het is eigenlijk ook heel goed voor het milieu. Het is eigenlijk een filter, het is eigenlijk een zonnecrème met minerale filters. Het kan dus. Hè? Als de fabrikanten echt hun best doen, dan kan het. Ja. Ik zie hier ook zonnecrèmes staan die zich specifiek op kinderen richten. Hè. Je ziet dan zo'n figuurtje erover, een parasolletje. Maar voor mij, een factor 50+, is een factor 50+. Of is er toch een verschil? Nee, dat klopt. Kinderen best beschermen met factor 50+, omdat dat de hoogste bescherming is. Maar het kan evengoed zijn met een figuurtje of zonder een figuurtje. Maar, ja, het belangrijkste is voor kinderen dat er geen allergenen in voorkomen. En daarvoor moet je de ingrediëntenlijst nakijken. En welke allergenen dat zijn, dat vind je eigenlijk op onze website. Oké, wil jij weten welke zonnecrème je mee gaat nemen op reis? Neem dan zeker een kijkje via deze link.